iedereen die zag hem als de lafaard van de stad. Nog nooit had hij hun laten zien dat hij geen lafaard was. Zijn moeder noemde hem Tommy, maar de mensen zeiden groentje. Maar ik wist haast wel zeker dat Tommy anders was. Toen hij 10 jaar oud was, stierf zijn vader in de cel. Ik zorgde toen voor Tommy, mijn broer zijn enig kind. Nog steeds hoor ik de laatste woorden die hij sprak tot Tommy. Zo mijn leven stopt, terwijl het jouwe nu begint. Beloof me, mijn zoon, niet te worden zoals ik. Loop weg voor vechtpartijen als het kan. Laat ze maar slaan, maar ga zelf bij hen vandaan. Ook al valt het zwaar zo nu en dan. Want vechtpartijen maken niet de man. Ja, Tommy kreeg verkering en zijn meisje heette Betty. Een vechtersbaas hoefde hij voor haar echt niet te zijn. Maar toen hij naar zijn werk was, drongen kerels bij haar binnen. Ze sloegen toen zijn Betty, tot ze gilde van de pijn. Toen Tommy later thuis kwam, lag zijn Betty daar te huilen. Hij zag wat er gebeurd was en dat beeld dat bleef hem bij. Hij pakte vaders foto met tranen in zijn ogen. En toen moest hij weer denken aan wat zijn vader zei. Beloof me, mijn zoon, niet te worden zoals ik. Loop weg voor vechtpartijen als het kan. Laat ze maar slaan, maar ga zelf bij hen vandaan. Ook al valt het zwaar zo nu en dan. Want vechtpartijen maken niet de man. De kerels lachten Tommy uit toen hij in de bar kwam. Eén van hen stond op en Tommy raakte in de war. Maar Tommy draaide om, ze riepen: kijk, de lafaard smeert hem. En het werd stil toen Tommy staan bleef aan het einde van de bar. 20 jaren zelfbeheersing kwamen toen naar boven. Niets kon hem weerhouden van een grote vechtpartij. Later toen hij buiten kwam, toen stond er ook geen een meer. Hij zei: dit was voor Betty, en de laatste man viel neer. Ik beloofde je pa niet te worden zoals jij. Ik liep hard weg voor ruzie als het kon. Ik heb toch niet gefaald doordat ik hun dit heb betaald. Ik hoop dat jij mijn fout begrijpen kan. Soms moet je vechten als een man. Iedereen aanvaarde nu de lafaard van de stad.